Vandaag speel ik Minecraft, maar alle blokken veranderen in huisdieren. En deze blokken zien er echt mega schattig uit. Moet je nou kijken. En wij gaan proberen om zoveel mogelijk van deze blokhuisdieren te zoeken. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video als jij ze ook echt mega schattig vindt. En koop de merch op www.dennis.nl. Oh, Lotte, we krijgen letterlijk lessen hoe ons eigen blokhuisdiertje kunnen maken. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit eruit ziet. Oké, ik moet dus hier een grasblokje, daar een grasblok, daar een grasblok en daar een grasblok. En dan letterlijk een hartje natuurlijk van een diertje. Kom op. Ik heb hem hier, Lotte, ik heb hem vast. Oké, daar gaan we. En... Wow! Hey, Loli. Heb je een bloemetje gegeven, Lotte? En er staat hier, als je ze wilt temmen, dus dat ze van jou worden, moet je ze dus wat geven. En in dit geval een bloemetje. Oh, kijk hoe blij die is, Lotte. En ik kan je zelfs een helmpje geven ter bescherming. Wat? En een zwaardje, dan kan hij ons beschermen. Ik kan het gewoon beschermen, kijk nou, lief. Hallo? Slapen, Lotte. Laat hem maar lekker slapen, oké? Oké, Lotte, we zijn hier wakker geworden in ons huisje. En hier kunnen we dus zien wat we allemaal kunnen doen. We kunnen hier dus bijvoorbeeld een hartje maken. Oftewel een pethart. Alleen gelukkig heb jij er mega veel bij, hè? En we kunnen dus allemaal dingetjes maken hier. Zodat we natuurlijk allemaal diertjes kunnen maken. Maar wat wij willen doen is natuurlijk rondkijken welke het allemaal zijn, Lotte. Ja, we kunnen natuurlijk in elke biome verschillende diertjes vinden. En er staat al eentje achter hier, zo'n blokhuisdier. Hallo! Lotte! Hallo! Oh, kijk nou! Oh, die is zo lief! En dit is ons maatje, Lotte. Kijk eens. Ons grasblokhuisdiertje. Dit ziet er toch eerlijk is eerlijk. Dit ziet er toch mega schattig uit. Laat weten in de reacties welke jij graag zou willen zien. Oké, Lotte. Kijk hier. Ze zijn hier aan het dansen allemaal. Hallo! Dansen! Oh, en deze ziet er mega leuk uit. Oh, deze zijn helemaal blij. Is dit nou een taartje letterlijk? Dennis, kunnen we nou eentje meenemen op de fiets? Weet ik niet, Lotte, maar we hebben hier allemaal spullen voor onszelf. En we kunnen hier allemaal dingetjes pakken. Dus als jij ook een armor setje pakt en dat soort dingen, zijn we goed beschermd. Oké, we hebben gewoon letterlijk een fiets. En met zo'n soort van bak erachter. Dus eigenlijk een bakfiets, Lotte. Wow! Dennis! Dit is heel... Oh, ik was zelfs een kletspel! Oké, maar naar welk gebied gaan we als eerste, Lotte? We kunnen dus rond gaan kijken voor allemaal verschillende blokhuisdiertjes. Ja, inderdaad, en hier staan ook nog allemaal dingen wat ze natuurlijk eten, Lotte. Kijk deze nou, hallo! Is dit een wolblokje of is dit concrete? Ik kan het niet zo goed zien. Oké, laten we naar de desert gaan, denk ik dan maar. Letterlijk in de woestijn beland, Lotte. Wat ze hadden verteld, in elke biome waar je komt en waar je bepaalde blokken kan krijgen, daar kan je alleen die blokhuisdiertjes vinden. Aha, dus bijvoorbeeld, ja, woestijnblokken kan je alleen in de woestijn vinden natuurlijk, ja, die huisdiertjes. Ja, dat is logisch. Dus even kijken, maar dit ziet er mega leuk uit. Kijk dan een cactus! Hey, en helemaal hartjes ogen. Wat zit er in jouw kist trouwens? Lekker soepje. Gaan we die even proberen. Oh, lekker. Dankjewel, meneer de cactus. Dankjewel, meneer. Wow, dit is zo leuk. Gaan we hier naar binnen, Lotte, bij deze tempel? Hey, jij daar. Wist je dat je momenteel nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal? Ik zou zeggen, druk zeker op die abonneerknop, want ze gaan richting de 300.000 abonnees en jij kan me helpen om die droom te behalen. Dus klik erop hier beneden. Het is tenslotte gratis. Ja, ik ben wel benieuwd. Misschien is er wel een koning, Dennis. Even kijken. Er liggen hier alleen maar spulletjes die we mee kunnen nemen. Wat cool, ja, dat soort dingen. Wat is dit? Wat, ik smelt helemaal. Kijk hoe lief dit eruit ziet, letterlijk allemaal. Ik hoop ook baby's tegenkomen, Dennis. Ze zijn nog schattiger, denk ik. Ja, die zijn nog kleiner, inderdaad. Babyblokjes. Babyblokken. Oké, dit ziet er wel heel erg vet uit. Laten we snel doorgaan naar een andere biome, Lotte. Even kijken. Naar welke wil je? We zijn net in de woestijn geweest. We hebben nog heel veel plekken, Lotte. Ik denk naar de snow, Dennis. Oké, laten we het gewoon het rijtje af. Hier kan je heel veel hout vinden, wat voornamelijk. Wat een sneeuwpop, Dennis! Waar? Huh? Hier, nog sneeuwpop! Oh, deze ziet er wel vet uit. Niet. Hij beweegt alleen niet. Hallo? Hij beweegt... Oh, hij bevriest helemaal. Oh, we kunnen meenemen, Lotte. Plaats hem eens op de straat. Kan niet meer plaatsen, Dennis. Oh, jammer. Oké, laten we verder kijken. Jammer. Oh, kijk deze dan. Die heeft gewoon zijn haar. Is gewoon een bosje, Lotte. Hij heeft gewoon haar, Dennis. Hij heeft gewoon een bos. Oh, dat is deze boom hier. Wacht eens even. Ik ga jou wat eten geven. Kan ik niet dit aan jou voeren? Eet je hout of dat niet? Ik weet niet of hij honger heeft. Hallo? Ik denk niet dat hij dat eet, Lotte. Misschien eet hij bloemetjes. Oh ja, bloemetjes. Wauw, van bloemetjes. Lotte is echt heel blij
zon. Dit is zo lief, letterlijk, Lotte. Dennis? Zit hier nou een slijm? Lotte, jij hebt ze allemaal getemd. Ze volgen jou letterlijk. Ze denken dat jij de mama bent. Ik ben geen moeder alleen. Loop maar eens weg, Lotte. Volgens mij volgen ze je gewoon. Ja, ze volgen je. Alleen je lijkt niet een beetje op hun. Ja, je hebt wel een vierkant hoofd, maar voor de rest... Oké, ja, laten we maar snel weggaan dan... Oh, hier staat een mini-iglo. Wow, wat? Gewoon een mini-iglo, Dennis. Kan ik hierin? Ik wil erin. Ik denk niet dat we daarin passen, Lotte. Nee, we passen daar niet in. Oké, op naar de andere biome. We laten jullie met rust, blokjes. Oké, Lotte, laten we naar de jungle gaan, denk ik dan maar. En daarna kunnen we misschien naar de caves en dan naar de end. Wat zijn het eigenlijk voor blokken, Lotte? Weet jij dat? Ik weet het niet, Dennis. Dit zijn standbeelden. Dit zijn standbeelden. Oké, kijk wat we hier in de tempel hebben. Misschien ligt er een leuke schat hier. Zo. Alleen heel wat hout. Ik weet, Dennis. Dat zou heel vet zijn. Oké, Lotte, kijk hier! Een goldblok! Hallo! Kijk nou! Dit is echt mijn favoriete kleur, Lotte. Ik hou van deze kleur. Jammer dat er geen roze is. Ik wil meteen een roze leren komen. Dit is wel roze bol en roze concrete. Maar dit ziet wel heel erg leuk uit. En al die blokjes lopen elke kant op. Dit ziet er zo schattig uit. Er zit daar gewoon een village, Lotte. Oké, ik denk dat dit het was. Het was belangrijk voor de tempel. Laten we teruggaan. Oké, we gaan eerst naar de caves, denk ik. Kom eerst naar de swamp. Wat wil jij? De swamp is ook wel vet, denk ik, Dennis. Oké, gaan we eerst naar het moeras. Dennis, oh, dit lijkt wel een moerasvillage. Is dat een paddenstoelhuisdier? Het is alleen geen huisdier. Geen, maar ze kunnen hier wel rondlopen, denk ik, Lotte. Deze schattige bankjes lopen gewoon, Dennis. Ik zit hier. Ik weet zeker dat ze hier wel ergens zijn. Hallo, blokhuisdiertjes. Blokhuisdiertjes, er zijn ook een mini paddenstoel. Oh, hier loopt één. Maar dit is een oranje. Loopt hier nergens een paddenstoelblok? Ik hoop het, Dennis. Die zijn zo schattig. Hier niet. Oh, hier, hier. Waar? Die hebben mij. Oh, hallo. Oh, kijk nou. Oh, jij bent zo lief. Kan ik jou niet wat geven van paddenstoelen of zo? Of hou je daar niet van? Dit is zo lief. Volgens mij is het allemaal gewoon bloempjes, Dennis. Om je te stemmen. Hij houdt van paddenstoelen, hoor, Lotte. Wel? Oh, wat? Oh, hij vindt hier heel erg lekker. Hij bent mega blij ervan. Maar is er ook eentje met een rood hoedje? Nou, dat hoop ik, Dennis. Hij teleporteert gewoon naar me toe, hè. Hij volgt me gewoon helemaal. Ik kom met jou mee, Dennis. Wat vet. Jij bent nu gewoon van mij. Eens even kijken. Oké, Lotte, laten we naar een andere biome gaan. Ik kan hem niet vinden. Het is tijd om de donkere grot in te duiken, Lotte. Dennis, kijk, Dennis. Dit is gewoon een trein of zo. Kan ik daar ook op staan? Je kan er op staan of zo. Dat is wel jammer. Oh, Lotte, kijk eens. Ik kan er gewoon opstaan, Dennis. Tjoep, tjoep. Hij ook eruit. Dat is wel jammer dat je niet eruit kan. Wat is dit letterlijk? Het ziet er zo vet uit allemaal. Zit hier misschien diamonds in? Nee, wel wat gouden nuggets. Die neem ik mee. Ja, wel gouden nuggets. Maar Lotte, waar zijn alle monstertjes hier? Zo, we zijn bij de mine, maar ik zie geen enkele oor. Ik weet het niet. Oh, het regent ook weer buiten. Oh, dat is DNT. Naar beneden. Kom. Volg mij. Het regent, Lotte. Laten we wachten tot de regen voorbij is. We kunnen hier de mine in, ten eerste. Ik zie hier wel een TNT-blok staan, maar geen TNT-oor. Oké, maar waar is de TNT-lotte? Ik ben benieuwd naar de TNT-blokhuis hier. Oh, een diamond zie ik daar! En een diamond en een emerald. Kijk, kijk nou, deze is zo blij. Hij is echt heel blij. Eet je TNT of eet je iets anders? Wat eet je eigenlijk? Ik weet het niet. Wow, zo is een goldblok hier, Dennis. Het is zo gaaf. Iron blok, Lotte. Kijk nou hoe blij ze allemaal zijn, letterlijk. Dit is toch heel erg leuk om te zien. Diamond zit heel erg met... Lotte, heb iemand afgeduwd? Ja, maar hij moest huilen, Dennis. Moest hij huilen? Dat ging echt per ongeluk. Wie moest huilen, Lotte? De mushroom. Nee. Waar is die? Waar is die? Gaat het? Hier. Ah, Lotte. Dat ging per ongeluk. Hij huilt helemaal. Dat niet, meneer. Ik was echt niet de bedoeling. Kom maar, mushroom. Kom maar met mij mee. Lotte, ik denk dat het maar tijd is om naar de end te gaan, natuurlijk. Oh, ik ben zo benieuwd, Dennis. Is het nou de end en de nether in elkaar? Dit is heel erg raar. Dit is gewoon een end city hier, Lotte. Eens even kijken. Laten we naar binnen gaan kijken hier, zo bij de end city. Misschien dat hier wat heel gaaf Hallo? Hallo? Nee, ik zie hier niemand, Lotte. Ik zie hier letterlijk niemand. Oké, laten we naar beneden gaan. We moeten rondkijken. Hier buiten zag ik wel een blok is. Ook daar buiten zag ik wel allemaal netherblokken, inderdaad. Oh, kijk hoe vet. Oh, dat ziet er zo vet uit. En kijk deze nou. En stone blokhuis hier. Ja, ik zie hem, Dennis. Oh, je bent zo lief. Dennis, zie een beacon blok. Waar? Hier bij mij. Zie je mijn name tag? Ik kom eraan, Lotte. Die
ziet er echt cool uit, Lotte. Ik denk dat dit mijn favoriet is tot nu toe. Ik denk het ook, Dennis. Ik ben heel benieuwd wat jullie favoriet blokhuis hier is. Laat het achter in de reacties. Doei!